Arjo Kraak, in Hezen nog, je hebt een paar gevolgd vandaag. Waarom kozen ze voor Brabant? Ja, daar kun je twee antwoorden op verzinnen. Het leukste antwoord is om te zeggen dat Brabant economisch zo verschrikkelijk belangrijk is voor België. En dat is natuurlijk ook zo. Het is een grensprovincie. In Nederland is Brabant, heeft zich de afgelopen 10 jaar toch ontwikkeld tot een van de economische motoren. En dat is in België ook niet onopgemerkt gebleven. Het andere antwoord, iets minder leuke antwoord, is dat het gewoon op de route lag. Want het is natuurlijk na 3 dagen staatsbezoek was men wel weer toe aan het eigen huis. De eigen pantoffels wilde Prins Philip ook wel weer eens aantrekken. Nou, wat ligt dan meer voor de hand om dan via Brabant, via Eindhoven, via Hezen weer terug te gaan naar Brussel? En zo hebben ze gedaan. En je mag zelf kiezen welk antwoord je het fijnste vindt. Nou, ik kies dan toch voor het eerste, denk ik. Jij hebt ze dus gevolgd vandaag. Wat was het voor bezoek? Nou, het was eigenlijk een klassiek werkbezoek, zoals onze eigen koningspaar ook wel eens doet. Die komen natuurlijk ook geregeld in Eindhoven. Dan gaan ze naar de high-tech campus. Ze praten met jonge ondernemers. Ze praten met studenten van de Technische Universiteit Eindhoven die start-ups beginnen. Dus zo ging dat vanmiddag ook. Ze spraken met mensen die auto's hebben bedacht met zonnepanelen. Die dus alleen maar op energie van de zon rijden. En meer van dat soort dingen. En zoals je al zei, ze gingen ook naar Veghel, naar de Sligro, dus ook, ja, ook echt zo'n klassiek werkbezoek, heel inhoudelijk. Een symposium over waterbeheersing hoorde erbij, ook heel inhoudelijk. Maar ik vond het einde van het koningsbezoek eigenlijk heel romantisch. Hier op Kasteel Hezen met het nodige militair vertoon werden de mensen hier ontvangen. En dat in deze ambiance, dat zag er toch heel leuk uit. Naast mij staat Petra Bouwmeester, beheerster van het kasteel. Mevrouw Bouwmeester, het was voor jullie een hectische dag, denk ik. Absoluut. Nee, viel eigenlijk wel mee. We hadden alles heel goed voorbereid en we hadden goede plannen gemaakt. En het liep eigenlijk vanmorgen heel soepel. Het liep allemaal makkelijk. Niemand was gestrest. Iedereen wist wat hij moest doen, wanneer en wanneer ze klaar moesten zijn. Maar er komt veel op je af, hè? Er komt veel op je af. Ja, dat wel. Ik bedoel, we zijn eind september begonnen met alle plannen te maken, mailverkeer, delegaties die op bezoek kwamen. Dus ja, er komt veel op je af. Heb je de koning zelf nog de hand geschud? Nee, ik heb niet de hand geschud, wel een goede foto van gemaakt. Ja. Ja. Maar het is wel mooi dat hij de baron heeft ontmoet, hè? Senior of junior? Ik bedoel, de senior, die man van 100 die in die rolstoel zat te wachten op de koning. Ja, dat was heel bijzonder. Ik heb het helaas zelf niet meegemaakt. Maar iedereen vertelde dat dat een ontroerend moment was. En dat geloof ik ook absoluut. Ja, heel bijzonder. Dank u wel. Nou, en zoals je al zei, het koningspaar Mathilde en Philip die zijn dus, het is ongeveer 4:15 vertrokken hier. Als ze doorgereden ze hebben, en dat kan met zo'n motorescorte, dan zouden ze nu al ongeveer thuis moeten zijn in Brussel. En dan de voetjes lekker omhoog, pantoffeltjes aan. Zeg, morgen, Arjo, is er weer een bijzondere dag, hè? Want weer koninklijk bezoek, al is het dan geen Belgisch bezoek. Ja, het viel aanvankelijk een beetje tegen. Wij dachten nog dat Willem-Alexander en Maxima vandaag mee zouden komen naar Brabant. Dat was niet het geval. Ze hadden hun collega's uit België al eerder uitgezwaaid. Maar morgen komt Maxima naar Den Bosch om daar een nieuwe data-universiteit te openen. Een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven. De eerste universiteit van Den Bosch, kun je zeggen. Dat is natuurlijk ook weer een heel bijzondere gebeurtenis. Arjo Kraak vanuit Hezen.